Welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen. We zijn al in de winkel, zoals jullie kunnen zien. In de dierenwinkel. Ja, wat was nou aan de hand? Iedere keer liep Gratje die bak om met drinken. We hebben iets nieuws gevonden. Kijk nou, een anti-lek bak. Hadden we gezien bij onze campervrienden. Top. Dus we hebben die laten hem zelfs tijdens het rijden staan. Ja. Het water kan er niet overheen door dit bredere randje en dat het helemaal rubber is. Klopt, we staan nu bij Blijvenneke in Eersel, dus we zijn al op de fiets richting Veldhoven. We staan nu in de Boerenbond. Petsplace. Ja, Boerenbond met een platsplace. Platsplace. En dan op naar familie van mij. Ja, maar ik wil nog even snuffelen, kom. Ja. Moeten we nog iets anders? Hier, kammetjes. Altijd zo zielig. Dit ziet er zo hard uit. Ja, natuurlijk voor iedere hond wat anders, hè? Elke vacht is anders. Hier heb je ook van alles voor je moestuin. Een grote petsplace. Heel groot. Nou, helemaal blij met ons bakje. Ja. Straks... hoop ik dat die niet meer omloopt. Ja, straks eens proberen. Ja. De fietstas weer erop. Ja, hij liep dat iedere keer om en dan al dat water over die campervloer, dat is toch ook niet handig. En? Welke pluis? Pluis een jaar. Kijk, klepjes om. Zullen we hem hierin doen? Ja, is goed. Dan doe ik je campersleutel nog even opbergen, want die had ik nog in mijn zak. Ik wilde zeggen, bijna met één hand kun je het bedienen, maar... Ja, het zou gaan, maar dan zit hij niet zo netjes. Zo, klik. Zo, en wil nu? De fiets op. Ja, ik wil wel nog heel even kijken of we langs een andere tuincentrum komen. Ja, dan stoppen we daar ook. Want we zijn op weg naar familie. Het is natuurlijk wel leuk dat we niet aankomen met lege handen. En dat is hier straat uit, hè? Nee, ik ga zo even kijken. Ik zet even de navigatie aan, volgens mij die kant. Kijk even. Oké. Okay. Ik weet het niet helemaal uit. Oh, je ziet ons in de raam. De bloemetjes zijn binnen, jongens. Wij gaan op de koffie. Tot later. Dan zien jullie erna. Ja. Lekker met die zon. Heerlijk. Eindelijk is het zonnetje uitgekomen. Ja. Hij gaat dansen op het stuur. Ja, de GoPro danst op het stuur. Oh, kijk hoe mooi hier dat is. Ja, strand. Hier is een strand. Nee, drie strand. Was vroeger toch ook een camperplek? Dat is een duinwater, maar dat is niet meer, hè. Omdat het verkocht is ofzo? Ja, ik weet het niet. Jammer, anders had ik wel eens willen hier staan, hoor niet? Ik ga even een fotootje maken. Ja, is goed. Hier bij de ja. Geen bomen staan. Het is net of je hier in het buitenland zit, hè Joyce? Hoe ziet het eruit? Ja, mooi hè. Zo, weer terug bij de camperplaats inmiddels. Wat een heerlijke middag met familie. Maar nu is het even tijd voor de mops. Kijk. Mopsje. Kom, zeg de mensen hallo. Hallo. God. Schattig hè. Ja. En het zonnetje is net weer even weg, maar er komt weer blauwe lucht aan. Ja. Dus we gaan zo nog even lekker buiten zitten. Buiten zitten, ja. Ja, och, door de modder. Genieten nu het kan, hè. Het zonnetje is er eindelijk. Kijk, zodra de blaadjes liggen, wordt hij helemaal vrolijk. Het is raar aan wanneer is zijn beste winter of wintertijd. Wanneer is zijn beste jaargetijd? Dat is de herfst. Kom, we gaan een stukje lopen.
Nou, is het zonnetje weg. Dan gaan de stoeltjes weer. Het ziet er heel ongelukkig uit hoe je ze vast hebt. Ja, ja. Jij laat mij slepen. Ongeliefdist. Nee, ik zei, ik doe het wel even. Ja jongens, zoals jullie zien, de fietsen staan er alweer op. Want morgen gaan we Blijf Enneke verlaten en gaan we weer door naar een nieuw plekje. Ik hoop naar andere familie. Ja, alles in het teken van familie, dat is ook toch prima. Dat slimpje. Kom, je bent onhandig. Je wilt me helpen, maar doet niet veel. Help me dan. Alles op. Jan staat ook zo. Oh. Maakt het niet uit als ze er maar in zitten. Dat is waar. Klein maar fijn en alles past. Zie je? Zo zit het ook. Dat lukt. Zo, lekker naar binnen. Boy, jongens, strips. En daar staat hij al. En? Wat vind je van je nieuwe drinkbak? Drink hier. Kom, we gaan naar binnen. Zo. Hoppakee. En nu? 5 uur. Hij heeft honger. En dit is de afwasplek. En de serre, gewoon met slechter weer, kun je ook recreëren. Hier hebben we het sanitair, de wc's en hier de douches. De douche met thermostaatkraan. En ideaal boven het haakje voor de kleren nog een plankje en natuurlijk nog een bankje. En hier de spiegels met de kranen nog. Dan zet je al 3 douches naast elkaar. De wc's, een mannen- en een vrouwen-wc. Alles wat je nodig hebt. Nou, jij ruikt lekker fris. Ja, gedoucht en wel. Ik heb toen al wat voor het eten gedaan. Kijk. Tomaatjes en een komkommertje. Een beetje gezonde tzatziki gemaakt met kwark. En vanavond is het heel simpel. Een broodje kip gyros. Met lekker volkoren pita's. Wat kip gekruid met gyros kruiden. En dan kunnen we heerlijk smullen. Oh ja. Wacht, ik heb nog iets wat erop. Ja. La 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 la. La la la. Oh, en hij zit er aan tafel. Ik kreeg laatst een opmerking. Een hond aan tafel, dat hoort niet. Nou jongens, ja. Wij zijn het thuis gewend. Thuis zit hij niet zo. Nee, maar in de camper gaat hij altijd op de bankje. Ja. Dat is zijn plekje. En we zeggen ook altijd, een hond aan de tafel ligt ook maar net hoe hij zich gedraagt. Bij andere mensen zit hij daar echt niet zo bij. Nee. Daarom. Maar hij klimt ook niet op de tafel. Nee. Hij legt alleen zijn hoofd op de rand. En, ja. Zolang we hem nog hebben, genieten we optimaal van hem. Hij is al 13, hè? Ja, daarom. Maar goed, ik kan me wel voorstellen. Als je daar niet van gediend bent, dan moet je er niet van hebben. Dat is ook prima. Als we gasten hebben, gebeurt er. Nee, zeker niet. Ieder zijn eigen ding. Hè? Ja. Lekker zijn waarde laten. Lekker. Het wordt een lekker maaltijdje. Wat heb je daar dan? Ja, ben ik kip. Oh, dat is die kip. Lekker. Zo. Very simple. Maar super lekker. Ja. Nou, Joy, laat smaken. Dankjewel. Nog even lekker een fruithapje. Dan sluiten we de avond mee af. En ik denk ook de vlog, toch, Joy? Ja, ik denk het wel. Ja, dit is onze laatste avond hier op Blijf Enneke. De camper is al goed als klaar voor vertrek voor morgen. En dan gaan we door naar een nieuw plekje. Maar ja, waar dat naartoe natuurlijk is. Dat zien jullie bij de volgende dat vlog. Dat zie je pas in de volgende vlog. Jongens, bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vinden wij dan ook wel ja, extra leuk. Ja, zeker. Motiveert ons weer voor een nieuw vlogje. Ja. En dan zeggen we tot bij de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. En vooral ook voor al die nieuwe abonnees. Abonnees, ja. Jongens. Want we hebben er heel veel. Oh, blozende wangetjes kregen we ervan. Ja, ja. Superleuk. En dan zeggen we toedeloe. Doei. Ik ga even lekker snoepen. Mijn appel ging er vandoor.